رمضان رمضان. Ik ga een stuk. Kom ook. Alleen, hoe je eruit ziet. Kom, schuif een beetje deze kant op. Ik zeg aan je stuk. Assalamu alaikum mensen en welkom bij een nieuwe Ramadan quiz. De vorige Ramadan quiz die is super dik gegaan met Mr. QC. Nummer 5 trending. Ja. Misschien nu met Vera als nummer 1 trending, we weten het niet. We gaan ons best doen. Het enige probleem is, QC weet natuurlijk best wel veel, maar ik weet echt bijna niks van de Ramadan. Maar het is niet alleen de Ramadan, het is gewoon islam zeg maar in het algemeen. Ja. Want ik ben benieuwd, hè? Jouw volledige naam is Vera Schouwas. Ja, klopt. Jij bent van Libanese afkomst. Ja, mijn vader is Libanees, ja. Maar je bent geen moslim. Ik ben geen moslim, maar vader wel? Mijn vader is volledig moslim en mijn moeder is christelijk en nu is ze een soort van half boeddhist. Maar hij is ook wel echt, hij bidt 5 keer per dag, ja. Doet de volledige Ramadan, dus hij is wel echt ook een goede moslim. Zeg maar. Oké, okay, maar jij hebt niet zeg maar de... Tenminste, laat ik het zo zeggen, heb je veel contact met hem gehad? Of nou, vroeger wel, want mijn ouders waren dan gescheiden en dan ging ik 2 keer naar hem toe. En ik heb vroeger ook meegedaan met de Ramadan, een paar keer met hem. Oké, okay, dus je weet wel een beetje hoe en wat. Ja, maar hij heeft me nooit echt, hij zei Nederlands is ook niet zo goed, dus hij heeft me nooit echt dingen uitgelegd. Maar ik weet wel een paar dingen, maar okay. Ik denk niet dat ik zo goed als Q ben, maar ik ben benieuwd. Misschien aan het einde van deze quiz ben je ook moslim. Ik hoop wel. Inshallah. Inshallah, inshallah. Ja. Weet je wat inshallah betekent? Dat is meteen als Allah het wil, toch? Met Gods wil, ja. Met Gods wil. Ja, met, inderdaad. Ja. Ik weet een paar dingen. Dat is niet moeilijk. Nee. Moeilijk. Oké, okay. Hey. Islam. Kent heel veel boodschappers en profeten. Ja. Nummer 3 die er zijn geweest volgens de islam. En ze zijn makkelijker dan je denkt, hè? 3 profeten die jij kent van de islam. Jezus. Ja. Is dat één? Dat is een profeet. Jezus komt ook in de Koran voor. Ja. Alleen niet wow. Jezus, maar er staat dan Isa. Oh ja. Okay. Dat is dan de Arabische vertaling voor Jezus. Nou. En ook elke keer als we een profeet benoemen, dan zeggen we vrede zij met hem. Ah ja, maar hoe zeg je dat dan? Dus dan zeg je bijvoorbeeld Isa alayhi salam. Ah oké, okay. Ja. Snap je? Ja. Maar Jezus, even okay. Eentje. Ja, Mohammed natuurlijk. Profeet Mohammed. Dat is de grootste, toch? Dat is de belangrijkste. Ja, het is de laatste boodschapper geweest. Oké. Okay. Dus het is de laatste boodschapper geweest en hij is eigenlijk de profeet geweest wiens sporen je moet zeg maar treden, je moet hem volgen, hij is het voorbeeld. Heeft hij nou de Koran ook geschreven of wat is... Nee, het is zeg maar geopenbaard, dus in de maand Ramadan is de Koran ook zeg maar geopenbaard. Ah, oh, oké, ik snap het. Maar je hebt er al 2? Ja, oké, ik ga nu gewoon wild gokken. Noem een... Ali? Je hebt een profeet, Ali heb je, ja. Die heb je, maar je hebt gewoon gegokt. Maar heel veel, als je zei Mozes. Nee, Mozes ook? Musa alayhi salam. Maar toch niet dezelfde, maar ik ken de Bijbel dan wel weer. Dezelfde persoon, dezelfde man. Ja, maar ook met de 10 geboden en... Kijk, in de islam is het zo dat wij geloven in de heilige boeken, de Koran, de Bijbel, de Torah. Je gelooft ook in de Bijbel? Want er staan dingen in die ook hetzelfde zijn zeg maar, als wat in de Koran staat. Wat raar is dat, zeg maar. Ja. Bijvoorbeeld christenen die zeggen van, Jezus is God. Wij zeggen nee, of hij is de zoon van God. Ja. En hij is zeg maar gestorven aan het kruis voor mijn zonden. Ja, wij zeggen, nee dat is niet zo, want Jezus is voor ons een boodschapper geweest, een profeet. Ja. Ook heel belangrijk, als moslim zijn, dan kan je geen moslim zijn als je niet gelooft in Jezus. Oh wauw, maar jullie geloven niet dat hij de zoon van God is? Nee, wij geloven niet dat God een zoon heeft. Nee, precies ja. Maar dat is hetzelfde, volgens mij hebben de Joden dat ook, want die geloven niet in Jezus, maar in het Oude Testament. En niet in het Nieuwe Testament is dan met Jezus dan weer. Dus er zitten overal wel een soort van overeen. Overal zitten er overeen. Ja. Heel veel mensen weten dat bijvoorbeeld niet. Nee, ik wist dat ook niet, moet ik eerlijk zeggen. Oké, dat gaat wel. Maar ik heb het goed. Ja, je hebt het goed. Dus, een wilde gok. Okay. Je krijgt de eerste, krijg je niet. Oké. Volgende vraag. Ja. Wat betekent salamu alaikum? Jij zegt het vaak zelf ook. Ja, jij zegt het misschien meer met als grapje salamu alaikum. Ja, mijn vader zegt het altijd. En die geeft me dan 3 kussen of soms 4. Weet je wel, met de familie is dat anders toch? Ja, er zitten bepaalde dingen aan, maar dat heeft meer te maken met cultuur, denk ik. Jij gaf net al een hint, want je zei al inderdaad, salam is iets, wat was het ook, wat zei ik ook alweer, dat heeft iets met vrede of zo te maken? Of? Ja, je bent op de goede weg. Ja. Vrede met jou. Is dat het? Ja, vrede zijn met je. Wauw.
Maar je zei het net, ja. Vrede zijn met je. En dat is ook de reden waarom ik bijvoorbeeld in elke video begin ik de video met Salamu alaikum in plaats van yo, of faka. Maar eigenlijk is dat ook een hele positieve boodschap. Het is de mooiste groeting die je zelfs kan geven. Beter dan Ewa strijder of zo, weet je. Dat bijvoorbeeld. Faka trainer. Precies die, ja. Ewa nevo. Maar dat, zelfs in de islam is het zo dat als ik jou groet met Salamu alaikum, wat zeg jij dan terug tegen mij? Alaikum assalam. Alaikum salam. Salam. Dus vrede ook met jou. Ja. Vrede zijt ook met jou, zoiets. Ja, zoiets. Is ja. En wist je dat als ik dat zeg maar zeg tegen jou, dan is dat voor mij al een goede daad. Precies. Dus dan krijg ik al zeg maar... Want jij wenst hem iets positiefs. Juist. Ook al mag je hem misschien niet, maar... Je groet sowieso gewoon. Precies. En je bent gewoon bijna verplicht om terug te groeten op dat moment. En wat je is kan, dan... Weet je wat het is? Je kan waar dan ook naar... Als ik nu naar Indonesië ga en ik groet daar een willekeurige moslim, bijvoorbeeld wij groeten hier in Nederland met hallo of hoi. Ja. Als wij tegen een Engelsman zeggen hoi, of tegen een Amerikaan die gaat zeggen... What did you say? Yeah. Als ik naar Indonesië ga en ik zeg salam alaikum, zegt hij terug alaikum salam. Maakt niet uit waar ik ben. Ja. Een soort van ook een internationaal iets. Ja, ik vind het een mooi gebaar. Ja, zeker. Volgende vraag. Okay. Hoeveel moslims zijn er ongeveer, ik heb ze niet persoonlijk geteld, maar hoeveel moslims zijn er op deze wereld? Net zo moeilijk. Ik weet dat er ongelooflijk veel zijn. Ja. Ook in landen waar mensen het juist niet van verwachten. Okay. Maar laten we kijken hoeveel mensen zijn op de aarde, 8 miljard? Ja. 8 miljard, hoeveel daarvan zijn moslim denk je? Ik denk minimaal wel 600 miljoen. 600 miljoen? Ik denk eigenlijk, ik zou wel na een 600 miljoen zeggen, minimaal. Okay. Maar ik denk dat ik nog te laat zit. Maar je kan het omhoog krikken. Oké, laten we zeggen 1 miljard, 1,5 miljard. Het zijn er 1,8 miljard moslims. Echt op deze wereld. En het is dus zo dat de islam, en dat is gewoon wetenschappelijk, kan je zelf opzoeken. Ja. De islam is het snelst groeiende geloof ter wereld. Ja. Het is ook wel echt zo. Ja. Ik zie het ook om me heen en de mensen. En het heeft natuurlijk best wel een beladen stigma in het Westen. Ja. Weet je wel, veel gezeik, maar ik vind het altijd. Ik ben zelf namelijk niet gelovig, maar ik vind de message en ook helemaal vanuit het islam, vind ik gewoon heel mooi. Ik vind de Ramadan. Ook een heel mooi gebaar. Maar wat houdt jou, zeg maar, wat is het punt waarvan jij denkt van, ben je atheïst? Zeg je van, er is gewoon geen... Nee, ik ben geen atheïst, maar ik ben heel erg nuttig. Of ben je zoekende? Nee, want vroeger was ik christelijk. Want ik kom eigenlijk vanuit, mijn moeder was christelijk. Ik ging naar de kerk en zo, mijn pa was een moslim. Ja. En ik geloofde wel in een god, weet je wel. Alleen ik wist wel niet welke kant op ging. Alleen, ik ben nu gewoon heel nuchter en ik kijk dingen heel wetenschappelijk. Dus ik islam is ook heel wetenschappelijk. Zeker. 80% van de Koran is wetenschappelijk verklaard. Ja. Kijk, laat ik het zo zeggen. Ik vind de message en het idee dat er ook een hemel is en dat soort zaken, vind ik ongelooflijk mooi. En ik wou dat ik daarin kon geloven, want ik geloof dus niet in een hemel. Dat is een hele nare gedachte eigenlijk. Je gelooft alleen in een hel? Nee, ik geloof ook niet in een hel. Ik geloof dat er gewoon geen afterlife is. Gewoon, je bent dood en that's it. Ja. Okay. En ik vind het heel jammer dat ik dat geloof, maar op een of andere manier is dat de conclusie die ik voor mezelf heb genomen. Maar laat ik daarmee wel zeggen, ik vind nog steeds de islam gewoon echt een prachtig iets. Vind je het mooiste geloof wat er is? Het is natuurlijk moeilijk om te zeggen van dat. Maar vind je het misschien de mooiste boodschap hebben? Dat kan. Ja, ik denk het eigenlijk wel. Ik denk wel dat ik het kan je zeggen dat je meer met de islam hebt dan wat je met dat je nou met ja, christen... ja, ik denk dat ik het wel mooier vind dan het christendom. Op basis van... Want de islam is ook wat toegewijder. Er zijn heel veel christenen die niet echt... is meer een leuk dingetje om erbij te hebben, zeg maar. En de islam is wel echt ook een levensstijl, denk ik. Ja, het is meer ook een levensstijl. Je kan erin geloven, maar het belangrijkste deel is ook echt het praktiseren. Ja, dat je het ook echt uitvoert. Dus maar inshallah hebben we misschien over een paar jaar broeder Veras erbij. Weet je, het kan gebeuren, man. Okay. Ja. Hetzelfde met Malcolm X bijvoorbeeld. Die was op een gegeven moment ook zijn laatste paar jaar moslim geworden en die zag ook de mooie dingen ervan in. Ik denk dat het voor hem ook heel veel goede dingen heeft gedaan. Nee, overigens met best wel veel bekende mensen die dan uiteindelijk, weet je... Leven gebeten, ze anders gaan leven en zo. Nee. Oké. Okay. Ja. Dan heb ik de laatste vraag al voor je. Ik ben heel benieuwd, man. Ik heb tot nu toe alles al goed, toch? Je hebt alles goed. Bijna. Ik heb mezelf verbeterd. Het is makkelijk. Nou, laatste vraag is misschien wat moeilijker. Okay. En je zou het misschien niet weten. Oké. Okay. Maar we hadden net over hemel en hel. Ja. Wat betekent hasanat? Ik denk dat hasanat misschien een soort van
sinners zijn of zo? Mensen die niet geloven en uiteindelijk blijven hangen of zo? Een soort van limbo? Nee? Oké, laat me nog één gokje doen. Hesnets, ik zei net iets tegen jou van, als ik tegen jou zeg salam alaikum, ik zeg eigenlijk op salam, is een goede daad over mij. Ja. Wat zijn hesnets, denk je? Ik denk dat hesnets, is dat misschien een soort van karma ding, dus goede daden die je doet en dan ja. dat daar uiteindelijk op basis daarvan je wel of niet naar de hemel of hel gaat. Het zijn punten zeg maar die je soort van spaart. Je hebt zeg maar een soort van weegschaal met goede en slechte dingen. Karma. Dus ja, goed, jij liegt tegen iemand, is dat iets bij jou slechte dingen? Ja. Doe je iets goeds of help je een oud omaatje oversteken? Ja. Zijn dat hesnets, zijn dat punten zeg maar. Ah. En uiteindelijk is er, geloven wij dat er zeg maar, er is altijd iemand die meekijkt. Ja. En er is zeg maar vanaf het begin dat je wordt geboren tot aan jouw dood, zijn er zeg maar engeltjes op je schouder. Ja. En die schrijven alles op wat jij hebt gedaan. Ja. En op het moment dat je komt te overlijden, komt dat boek naar boven. En dan kijken ze van oké, nou je hebt dit en dit en dit en dit gedaan. En op basis hiervan kunnen we zeggen van zus of zo. Wauw. Kijk, ik geloof dus niet, maar ik heb wel zoiets van, het is altijd goed om goede dingen te doen. Als je goede dingen doet voor anderen, dat uiteindelijk iets goeds naar jou terugkomt, geloof je dat? Nee, dat niet. Dat weet je niet. Okay. Nee, maar ik geloof wel in de goedheid van de mensen en ik geloof ook wel dat als jij goed bent, dat er ook wel, ik geloof niet dat er iets van een onzichtbare kracht is die dan jou een goede pad op duurt, maar als jij goede dingen doet, dan zal er vast en zeker ook wel zou je altijd wel goed terechtkomen. En dat denk ik gewoon meer aan de manier hoe je met mensen omgaat en die zien dat ook en die geven dan weer wat terug. Dus het is nooit slecht om goede dingen te doen. Ja, denk ik. Ja, mooie boodschap, man. Ja. Mooie boodschap. Maar dan, het is een beetje, ik denk ook dat we wel hetzelfde denken, maar dan zeker. Misschien dan net vanuit een ander perspectief, maar het komt op hetzelfde neer. Heb jij misschien nog een vraag voor mij? Nou, waar ik wel echt benieuwd naar ben, ik ga morgen dus met Ismael ook die Ramadan doen. En ik heb dat vroeger ook met mijn pa gedaan. Mm. Alleen ik ben dus wel benieuwd, het is een van die dingen waar wij vanuit het Westen natuurlijk aan denken bij waar moslims vasten is, dat je dan een goed besef krijgt van wat je hebt, toch? En wat armen niet hebben. Dat ook. Maar wat is eigenlijk de voornaamste reden voor jou om de Ramadan te doen? Voor mij is het de voornaamste reden om de Ramadan te doen, is om jezelf weer te herpakken. Ja. Kijk, het is één keer in de maand, één keer in het jaar, is er één maand waarin jij gewoon volledig kan focussen op jouw geloof. Ja. En natuurlijk moet je dat eigenlijk moet je dat je hele leven doen. Als je zegt van ik wil moslim praktiseren, moet je dat je hele leven doen, niet alleen in die maand. Ja. Maar ik probeer vanuit deze maand dan steeds zeg maar een level up te gaan. Dan uiteindelijk op zo'n hoge level te zitten dat ik gewoon zonder de Ramadan ook gewoon precies hetzelfde doe als tijdens de Ramadan. Ja. Dat betekent het voor mij. Gewoon goed zijn voor de mensen, tijd met je familie doorbrengen. Ja. Want we eten ook elke avond met elkaar. Weet je, bidden. Ja. Wij moeten ons bidden 5 keer per dag. Dat vooral vasthouden. Ja. En dat is denk ik gewoon het allermooiste. En je leert ook die kleine dingen waarderen. Weet je. Ja, dus bijvoorbeeld zeker. Zodra je hebt de hele dag niet gegeten en je neemt 1 slokje water. Ja. Alles is lekker. Gisteren met Ismael Goen. Ja, we ronden af. Komt goed. Gisteren met Ismael Goen. Alles wat hij had. Oh, lekker man. Ja. Oh, lekker man. Maar hij had de hele dag niks gegeten. Dus tuurlijk is dat... Nee man, ik zeg je eerlijk man. Ik zou eigenlijk deze maand ook nog even bij jou willen eten man. Bro, je bent wel... Maar dan doe ik wel de hele dag mee. Ja, dat is wel de bedoeling. Dat komt wel goed. Allright, ik wil in ieder geval Vera sowieso bedanken. Ja, om mee te doen met deze Ramadan quiz. Ik wil jullie bedanken dat jullie zoveel liefde en support hebben geshowt. Ja. Laat vooral in de reacties achter wat voor vragen jij misschien nog aan andere mensen wilt stellen. Laat even weten met wie anders je zou willen zien dat ik met dit zeg maar met diegene ga opnemen. Het kanaal van Vera staat in de beschrijving. Love. Hij is weer begonnen met... Dagdromen. Hij heeft laatst met Martin Koolhoven afleveringen, daarvoor met Stefan. Ja. Je moet ook nog even een afleveringetje komen. Ja, maar dat gaat gebeuren. Oké, gaat gebeuren. Inshallah. Check het sowieso eventjes, inshallah. En dan zie ik jullie weer tot de volgende keer. Later. Nee, dat is mijn afsluiting niet. Maar vergeet niet om dingen te vergeten, want zoals jullie weten sluit ik altijd af met een... Klaar! Ramadan.